Nou, in het verleden gingen de mensen naar binnen om een tank schoon te maken. Normaal zijn er vier mensen die zijn daar 8 tot 10 uur per dag in de tank door de sluts heen lopen met adembeschermingen en hele zware omstandigheden. En toen hebben we gekeken wat zijn de mogelijkheden om dat te voorkomen, dat we kunnen beter gaan worden. En zijn eigenlijk op de robot uitgekomen als beste vervanging om niet meer naar binnen te hoeven om de tank schoon te maken. Dit apparaat gaat door middel van de rupswielen richting de tank en dan in de tank. Eenmaal in de tank wordt er gezogen door de pijp en dat wordt vervolgens afgevoerd naar de vacuümwagen. We zijn eigenlijk samen rond tafel gaan zitten en zeggen welke manieren zijn er wereldwijd. We hebben eigenlijk alle manieren die er zijn hebben bekeken. We zijn op verschillende locaties zijn wezen kijken. En ja, je kunt terugvallen op de oude wat er al bestaat en wil eigenlijk een stap vooruit maken. En daar is deze robot een prachtig voorbeeld van. Vervolgens hebben we overal nog camera's geplaatst. De camera's die zijn ervoor dat ze zowel aan de achterkant kan zien of aan de voorkant wat er gebeurt. Want er is niemand bij in die tank. Nou, de grote voordeel op het HC-gebied, dan er geen mensen meer binnen hoeven. Maar in de loop van de tijd zal het zeker sneller gaan worden als we nu doen. En dan is het ook goedkoper. Het is uniek voor Shell. En Shell Nederland is voor de eerst nu. En we gaan dit zeker wereldwijd ook uitdragen als het een totaal succes is. Dat op andere locaties ook gebruikt gaat worden.